Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een ander soort video dan dat ik normaal heb. Maar wel een heel erg leuke en zeker een heel erg interessante video. Aan deze video zit ook een winactie vast. Daar zal ik straks nog ietsjes meer over uitleggen. Dat heeft ook met Instagram te maken. Maar ik laat eerst even degene die naast me staat zichzelf voorstellen. Hallo, ik ben Jacob en ik ben van Bukas. Bukas Nederland. Ja. En Luxemburg om precies te zijn. Het is een heel klein landje. Maar ik ben verantwoordelijk voor Bukas en leuk dat ik mag komen. Ja, zeker. Ik vind het ook super gezellig dat je hier bent. En Jacob gaat ons vandaag wat over dekens vertellen en we gaan wat dingen laten zien en dus die winactie. Dus laten we snel gaan beginnen. Ik heb Ivy er even gezellig bij gepakt. Maar Jacob, waarom moeten mensen eigenlijk voor Bukas dekens kiezen en niet voor een andere soort dekens? Want dat vragen heel veel mensen zich af. Ja, Bukas behoort wel tot is eigenlijk een van de beste merken ter wereld. Er zijn nog een paar andere goede merken, die ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee, maar Bukas is echt een dekenspecialist, bestaat volgend jaar 40 jaar. Doe niks anders dan paardendekens en die zijn er ontzettend goed in. Is sterk, we hebben heel veel temperatuursvariabelen die een deken af kan. Ja. Steeddraai die vocht opneemt. Allemaal goede argumenten en natuurlijk goede pasvorm. Ja, want dat is heel belangrijk, dat een deken goed past. Ja. Want anders krijg je dingen zoals schuurplekken en dat soort dingen. Ja. Want ik kreeg daar heel veel vragen over van mensen op mijn Instagram. Wanneer ligt een deken nou goed en wanneer niet? En hoe kan het dat mijn paard elk jaar aan de voorkant van die schuurplekken krijgt? Is daar iets aan te doen? De meeste mensen kopen deken te groot. En dat zijn een hele grote groep mensen. Nou, exacte aantallen weet ik niet precies. Maar even gevoelsmatig 80-90% van de mensen kopen de deken te groot. We hebben daar een heel eenvoudig meetsysteem voor. Kun je vinden op www.bukas.com. Anders... Ja, de link zal ik eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Daar staat precies op hoe je moet meten. Ja, en we hebben ook een handig tabelletje. Je moet gewoon je paard meten en dan weet je precies welke maat dat je nodig hebt. Dus als er eigenlijk schuurplekken ontstaan, is het bijna altijd te groot. Okay. Te grote dekens. Ja, en wat ik zelf bij de Bukas dekens heel mooi vind, is dat eigenlijk bij heel veel dekens zo die schouderplooien zitten. Ja, je kunt hier mooi zien, we hebben hier schouderplooien in gemaakt. En ja, het woord zegt het al, is voor de schouder. En deze sluit heel mooi hoog aan. En deze ligt eigenlijk hartstikke goed. Oké, dat voorkomt ook schuurplekken. Ja, want als hij te groot is, dan gaat hij als het ware heel overdreven, gaat hij hier naar achter trekken. En dan gaat hij vast liggen op de schoft. En omdat hij vast liggen op de schoft, wordt dit een strakke lijn. En daar krijg je hierdoor schuurplekken. Dus hij moet gewoon mooi zoals deze deken, mooi hoog aansluiten. Koelt hij ook minder af, want hier achter zitten die longen. En zo eigenlijk ligt hij goed. Wordt hij te groot, schuift hij naar achter, want die haargroei. Die loopt naar achteren en dan wandelt de deken in de loop van de dag naar achteren. En nogmaals strak en kale plekken hier en ook vaak daar. Ja, en dat is natuurlijk niet echt mooi, want dat wil je eigenlijk gewoon niet hebben. Nee. En het is ook niet leuk voor je paard. Nee. Oké, nou ook een vraag die heel veel van jullie stelden via mijn Instagram was, wanneer moet je nou beginnen met dekens? Wat zijn goede temperaturen? Moet een geschoren paard een dikkere deken op? Of hoe zit dat? Ja. Wanneer moet je beginnen met dekens? Dat is een beetje afhankelijk van wat je zelf wil en het is ook een beetje afhankelijk van je paard. Poeh, wat vind jij, Destiny? Nou, ik wat doe jij? Ik hou een beetje de temperatuur in de gaten, zeg maar. Omdat Bukas heel veel van die mooie temperatuurtabelletjes heeft. En bijvoorbeeld vorige week was het overdag nog rond de 16 tot 18 graden. En dan s'nachts ging het onder de 12 graden. En dan deed ik ze s'nachts een dekentje op. Ik vind een beetje de grens 20 graden en kouder, dan kun je aan dekens gaan denken. Maar boven de 20 graden heb je eigenlijk alleen maar dekens nodig om tegen de zon te beschermen of tegen insecten te beschermen. Ja, dus vliegendekens. Ja, vliegendekens. Het scheren, op het moment dat je je paard gaat scheren, trek je hem eigenlijk een jasje uit. Ja. En als je hem gaat scheren, dan zul je dat in sommige gevallen moeten gaan compenseren. Door een extra deken te gebruiken. Alleen als jij regelmatig scheert, dus vaak scheert, dan hoef je dat eigenlijk niet te doen. Omdat dan die vacht continu kort is, je houdt hem kort, paard went eraan, kun je gewoon de temperaturen aanhouden die Bukas adviseert. Want dat is inderdaad wat jij zegt, wij hebben eigenlijk al voor jullie uitgerekend voor welke temperatuur je de deken het beste kunt gebruiken. Ja. Scheer je, zoals ik vroeger deed, heel laat in het seizoen, zeg maar november. Ja. En je gaat dan een flink pak haren eronder uithalen. Ja, dan moet je me eventjes helpen tijdelijk met een onderdekentje. Oké. Sommige mensen denken dat ze door
dikke dekens op te doen, haargroei tegen kunnen gaan, dat werkt niet echt. Nee, want dat hoorde ik ook heel vaak. Ja, ik heb zo'n snel deken opgedaan, want dan komen ze niet zo dik in de vacht. Maar is dat dus een fabeltje? Dat is eigenlijk een fabeltje, omdat mensen niet begrijpen en dat geeft ook niet. Ik ben natuurlijk dekenspecialist, ik weet er wel wat van. Wat je hebt is namelijk, er is geen directe verbinding tussen je hersenen en de haarvaten. Want jij denkt, oh ik heb het warm, of pa denkt, oh ik krijg het nu warm, ik ga niet meer mijn haren groeien. Dat werkt niet zo. Dat gaat via de hormonen, via de bloedbanen. Dat is een proces van weken en eigenlijk van maanden. Dus als je vroeg begint met dekens, dan met dikke dekens, dan ben je eigenlijk je paard aan het plagen. Ja. Dus dat is niet aan te raden? Nee, niet aan te raden. Nee. Oké, nou hebben jullie dat nu allemaal duidelijk gehoord? Ja, dus hou, hou gewoon de temperatuur aan, zoals Bukas ze ook adviseert. En we hebben ook met van die kleurbalkjes. Ja. Groen is goed. Dan hebben we nog oranje en geel. Dat zijn een beetje de buitenrandjes. Dat is niet erg als je daarin terechtkomt. Een beetje zo'n grijs gebied. Mm-hmm. En rood is veel te warm en blauw is veel te koud. Ja, en ook die tabelletjes staan ook op de website van Bukas bij alle dekens. Dus linkje staat hieronder. Oké, nou we staan eventjes bij Keentje. En ook een vraag die ik van jullie heel veel kreeg was... mijn dekens gaan heel snel kapot en is daar iets tegen te doen? Nou weet ik zelf dat de dekens van Bukas heel sterk zijn, maar hoe komt dat nou dat die zo sterk zijn? Ja, we hebben wel een aantal verschillende dekens in het programma, maar de dekens waar jij op duidt als dekens met ballistic nylon. En dat is een hele speciale stof, die is eigenlijk zo sterk ondanks dat die ingeknipt is. Ja, ik heb hem net even ingeknipt, maar... Moet je, als jij aan de ene kant vasthoudt, trekken. Nou, daar is geen beweging in te krijgen. En dit hebben wij een aantal dekens zitten, zoals de Power Turnout, de Smartex, de Atlantic en in de Therapie Turnout. Er zit allemaal deze sterke stof. Er zit één nadeeltje vast, want het is fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ja. Ze zijn best prijzig. Maar ja, aan de ene kant heb je wel een deken die wat langer meegaat. Ja. Dus wij klagen er intern wel eens over, dat is een beetje flauw wat ik nu ga zeggen. Ze gaan te lang mee. Oftewel, je hebt veel te lang die deken op en we hebben het liefste dat ze na een paar jaar weer stuk gaan, want dan moet je weer een nieuwe kopen. Nee, dat is een beetje flauw. Nee, want het zijn wel ontzettende sterke dekens. Ja, nou, jullie zagen hoe sterk ze waren. Dus als je nou een paard hebt die ervan houdt om dekens te slopen, dan raden we een deken aan met ballistic nylon erin. Ja. En net zoals de genoemde dekens, die hebben dat. En anders is dat ook wel weer op de site te vinden. Oké, ik heb Kate nu even bijgepakt en ik gebruik de Merries Express omdat die wat beter stilstaan dan de ruinen. Maar wat we nu gaan laten zien is, wij gaan drie dekens laten zien. En deze drie dekens die hebben ook te maken met de winactie. Maar zodra deze video dus online staat, staat er ook een winactie op Instagram. Dus check die zo meteen ook gelijk eventjes en doe daaraan mee. Jacob die gaat nu wat vertellen over deze drie dekens. En het is super belangrijk dat jullie heel goed opletten nu, want er komen hier dus vragen over. En... Het is heel goed, toch? Zal ik beginnen met de eerste? Ja. Dit is de Bukas Kilt. Is een staldeken, maar ook een onderdeken in één. Er zit, we hebben daar verschillende diktes in. Een 150 grams versie en een 300 grams versie. En we hebben die in twee uitvoeringen. Eentje met een stay-dry voering. Mm-hmm. Dat is deze voering. Ja. Die razendsnel het zweet wil opnemen. Hebben we ook in de andere buitendeken zitten. En we hebben er ook eentje met een silk feel, dat is met een gladde nylonvoering en die heet ook wel Dermocare. Die doet ongeveer 50% van het vocht opnemen. Ik doe allemaal argumenten geven, kun je straks allemaal vragen over stellen. Deze heeft ook die fijne schouderplooien. We hebben hier twee klittenbandsluitjes aan de voorkant en er zit ook nog klittenbandsluitjes aan de achterkant, zodat je hem aan je buitendeken kunt bevestigen. Ja. Je komt zo meteen te zien de deken die hieronder zit. Nee, nog daaronder, die heeft ook klittenbandsluiting aan de hals. Okay. Dus dit is nogmaals bedoeld als staldeken of als onderdeken. Oké, en is zoiets ook aan te raden om eventueel als transportdeken te gebruiken of niet echt? Dat kan, je kunt deze ook als transportdeken gebruiken, maar dan hebben we eigenlijk een aantal dekens voor, waaronder de therapiedeken die hieronder zit, die eigenlijk beter zijn daarvoor. Ja, want dat vroegen ook heel veel mensen, moeten we nou een deken met transport op en wat moet dan, wat is handig? Nou ja, wat sowieso is, is dat de meesten graag het paard netjes willen vervoeren. Nou, dat wil niet zeggen dat dit niet netjes is, maar een staldeken wordt vaak smerig en een transportdeken... Die blijft meestal schoon in de kast liggen. Maak je je paard klaar, doe je transportdeken erop. Ga je op transport, kom je weer terug, gaat weer terug de kast in. Ja. En wat belangrijk is voor transport is dat die warm blijft, maar ook dat die droog blijft. En daar hebben wij
dekens voor met steedraai. Ja. Bijvoorbeeld de Powercooler en de Shamrock, dat zijn eigenlijk fantastische zweettransportdekens, topdekens. Ja. Maar okay, je kunt hem ook als transportdeken. Oké, duidelijk. Nou, de volgende is de hele bijzondere therapiedeken. Hier, dit hele rugstuk, daar zit een speciaal materiaal wat bloedcirculatie doet stimuleren. Nou, hele mond vol. Ja. Paard is ontspannen, soepel, los door het lijf. Jij gebruikt het zelf ook al een tijdje. Misschien kun jij ik kort vertellen wat jij merkt aan jouw paarden. Nou, ik doe bij mijn pony doe ik hem op als hij naar de hoefsmid gaat. Die is namelijk best wel gestrest altijd bij de hoefsmid. En sinds dat ik die deken ben gaan gebruiken, is die gewoon ja, een stuk relaxter bij de hoefsmid. Mijn schimmel Mary Ivy, die rij ik met een dekje van dit materiaal. En die loopt gewoon heel lekker over de rug heen, laat lekker los. En als ik naar wedstrijd ga, doe ik ze ook van tevoren en daarna vaak heel eventjes op. En dan zijn ze gewoon ook, ze voelen gewoon losser en prettiger aan. Nou, ja, heel goed. Nou, dat is ook wat wij over het algemeen horen. Dus jouw ervaringen die kloppen helemaal niet, dat ik er aan twijfel. Nou, deze deken die kun je dus ook als transportdeken gebruiken. Die zou je ook nog even als onderdeken kunnen gebruiken. Want hier zie je ook hier diezelfde kletjebandjes zitten en die zitten ook achter, zodat je hem aan de buitendeken kunt bevestigen. Dit is de versie met steeddraai aan de zijkant. We hebben ook een versie met vliegenstof aan de zijkant. Ja. Dit is eigenlijk voor een groot gedeelte van het jaar. De versie met vliegenstof aan de zijkant is echt voor de warmere dagen. Ja. Dat rugstuk, daar zit dus de werking in. Het is, wat die doet is magneetvelden vasthouden die ieder paard heeft. Een beetje technisch verhaal. Ja. Maar dit kan ook niet opraken. Over 500 jaar werkt het nog. Je kunt het ook niet verwassen. Het is eigenlijk fantastisch materiaal. Ja. Blijft altijd werken als je paard, heel cynisch, als die blijft leven, dan kan die ook bloedcirculatie blijven stimuleren. Ja. Is die dood? Dat hopen we niet. Nee, maar Nou, hier zit ook weer die fijne schouderplooien in. En hier zie je dan ook weer dat steeddraai aan de binnenkant. Ja, en wat nou heel veel mensen ook aan mij vroegen over deze therapiedekens. Hoe lang kunnen die opblijven? Want jullie hebben ook nu een outdoor therapiedeken. Ja, ja, ja. Kunnen ze de hele dag op? Ja, en ik vind dat je sowieso je de principevraag moet stellen aan jezelf. Wil ik 365 dagen per jaar, 7 dagen in de week, 24 uur op 7, wil ik de natuur beïnvloeden? Want dat doe je. Hij doet bloedcirculatie stimuleren. Alleen, wij zijn in de beginperiode begonnen met 2 uur voor, 2 uur na. Ja. Omdat we het eigenlijk een beetje spannend vonden wat langdurig effect was voor de paarden qua gebruik. Nou, wat heel veel mensen doen omdat ze niet kunnen wisselen, die zeggen ja, 2 uur daarna, dan ben ik naar huis, dan leer ik al of op bed of ben iets anders aan het doen. Ja. Dus die lieten de dekens opleggen. Nou, we hebben inmiddels ruimschoots jaren ervaring dat die deken dus wel 24 uur op 7 op kan liggen. Okay. Alleen, we hebben dus, wat jij ook zei, we hebben nu ook een therapie turn-out, dus daar heb je buitendeken met therapiewerking in één. Maar goed, die deken gaat er af en toe een keer af en die blijft niet 365 dagen op je paard liggen. Nee. Dus een aantal weken, maanden is niet erg, maar niet het hele jaar rond zou ik zelf niet willen. Maar het kan wel. En zoals deze is gewoon dus heel fijn voor als je bijvoorbeeld op wedstrijd gaat, dat je hem van tevoren en daarna even opgooit. Ja. Nou goed, we hebben straks ook iets gehad over scheren. Stel je voor, je scheert hem en je bent bang dat de overgang wat te groot is, dan kun je deze ook gebruiken als onderdeken. En dan moet je ongeveer 15 graden, wat je aan extra isolatie moet je bij de temperaturen die bij de deken staan, moet je erbij optellen. Dus dat is behoorlijk warm. Ja. Je zit er bijna te slapen. Ja, kijk eentje. Oh. Dat schrikt ze van het verkeer, maar volgens mij vindt ze het wel heel lekker. Ja, ja, hij was helemaal weg aan het soezen. Of hoe heet dat? Aan het dommelen. Nee, ja, fantastische deken. Ja, ja, ik ben super blij mee. Ja, het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Heel veel mensen geloven het niet. En jij hebt ook heel veel vragen erover gekregen. Ja, klopt. Ja, en ik heb ook, mijn ervaring was ook wel als ik op stallen liep, dat mensen aan mij vroegen, werkt dit echt of is het een fabeltje? Maar ik vind persoonlijk dat ze echt werken. Je zag ook net hoe Kate zo helemaal... Ja, misschien dat we zo meteen even weer wat paar minuten verder aan het praten zijn, dan gaat ze even een beetje in het slaap dommelen. Ja, oké. Nou, duidelijk denk ik. En dan de volgende. Ja, de volgende is de Iris Turnout. Dit is een waterdichte deken. De dekens die we net hebben behandeld, die zijn niet waterdicht. Deze is waterdicht. Die is gemaakt van 1200 denier ripstop stof. Okay. Hele mond vol. Ja. Dit is voor ons de middenklasse deken. Ja. Dus we hebben een duurdere.
Power Turnout, Smartex, Atlantic, Therapie Turnout. Dat zijn de 200 euro plus dekens. Dit is het middencategorie. Nou, ja. Jij bent daar zelf ook best tevreden over. Ja, ik ben heel blij met deze deken. Het heeft de goede pasvorm, hè? Dus ook weer die schouderplooien hierin. Hier kun je dus een hals aan bevestigen en daar kun je dus ook de onderdeken of de therapiedeken aan bevestigen. Okay. Deze hebben we in verschillende diktes. Kijk ook eventjes op de site voor welke temperaturen dat je de dekens het beste kan gebruiken. En ja, dit is eigenlijk ook best prima, hartstikke goede deken. Ja. Ja, nou ik was gewoon, omdat deze deken heeft vorig jaar dan kruimel opgehaald. En dat is gewoon echt een sloper, zeg maar. Maar hij heeft het niet voor elkaar gekregen om deze deken kapot te krijgen. Dus nou, ik ben er heel blij mee. Hier zit ik wel een hele voering in. Niet die steedraai die we in de dure dekens hebben zitten. Want die steedraai die doet extreem goed vocht opnemen. Die kun je op een nat paard gooien. En dan zeg je, dag schatje, tot morgen. Ja. En hier moet je nog wel even een zweetdeken gebruiken na het rijden. Ja. En dan kun je deze deken weer opdoen en dan ben je klaar. Ja, maar de gladde binnenvoering was wel weer voordelig voor als ze geschoren waren, ja, toch? Ja, ja. Ja, ik ben haarspecialist, hè, dat zie je. Maar wat je doet als je haren gaat scheren, dan maak je er eigenlijk een soort stekelvachtje van. Mm-hmm. En als je een vliesachtig materiaal hebt, zoals de steedraai, maar er zijn ook andere vliesgevoerde dekens, dan blijft hij als het ware en die stekel blijft hij een beetje hangen. Normaal liggen de haren dakpansgewijs en dan kan die mooi eroverheen, stekeltjes, gaat er rechtop staan, blijft hij erop hangen. Dus dat klopt. Ja. Als je je paard scheert, dan is een gladde gevoerde deken is wat prettiger, want die glijdt er gewoon heel makkelijk overheen. Ja. En ik scheer kruimel natuurlijk, omdat ik hem best wel intensief rijd. Dus ja, vandaar dat ik dit voor hem een super fijne deken vind. Ja, hij begint er weer een beetje slaap te donderen. Oh, ja. Nee, en we hebben nou ook sinds kort, die heb jij ook, dus de Atlantic, hè, dus met de sterke ballistic nylon, die hebben we nou ook met een gladde dermocare voering. En die horen we ook van terug dat de mensen dat prettiger vinden, ook met geschoren paarden. Okay. Hetzelfde wat jij zegt. Oké, dan ga ik nu nog een paar kijkersvragen samen met Jacob beantwoorden. En ik had van een paar mensen de vraag van of de halzen speciaal zijn, zodat ze niet schuurplekken bij de manen krijgen. Ja, we hebben aan alle halzen hebben wij aan de binnenkant een gladde nylonvoering, die loopt over de hele manenkam heen. De Smartex halzen en de Power Turnout halzen, die hebben de dekens hebben steedraai, dat is een vliesachtig materiaal. Mm-hmm. En in de halzen hebben we dus die gladde nylonvoering. Wat heel veel mensen niet weten is dat onder die gladde nylonvoering zit die steedraai nog, verstoppeld. Dus wij houden extra rekening mee dat die manen niet beschadigen. En tegenwoordig hebben de vliegendekens hebben ook een strook over de gehele manenkam met een nylon stof. Dus ja, het is bijna onmogelijk dat die manen dan nog gaan beschadigen. Ik dacht ook toen ik de vraag las, dacht ik, hey, daar heb ik nog nooit zelf meegemaakt dat de paarden zeg maar schuurplekken bij de hals hadden. Maar ja, dat is dus wel heel mooi dat dus niet. En we hebben voor bijna alle dekens hebben ook bijpassende halzen. En wij zijn op zich wel voorstander van halsgebruik als het hard regent. Okay. Ja, want dan voorkom je eigenlijk dat via de hals water naar binnen loopt. Voor de temperatuur ietsjes minder noodzakelijk dat menig mensen denkt, maar als je hem geschoren hebt en de temperatuur klapt in één keer naar beneden, dan kun je voor de extra warmte kunnen gewoon hals gebruiken. Zie het als een soort extra sjaal die je zelf ook kan doen. Maar vooral als het keihard regent, dan heb je een hals nodig. Oké. Een andere vraag die ik kreeg was, zijn vliegendekens in de zomer nou niet veel te warm? Juist om de vliegendeken van Bucas op laten liggen. We hebben twee varianten. We hebben de zebra print, die is ietsjes warmer. En we hebben die zilvergrijs. En die zilvergrijs werkt zelfs verkoelend. Die doet 70% van de zon reflecteren. Ja, hij heeft weer last van de Recuptex hals die hij op heeft. Dus die zilverkleurige deken die werkt. Ja, dat is mensen als jullie de therapieproducten van Bucas gebruikt. Want hier ligt nu alleen die hals op, die hoort officieel niet bij de deken. Nee. Dan worden ze ontspannen, relaxed en dan kunnen ze ook gaan gapen. Ja. Nee, dus juist om die zilverkleurige dekens op laten liggen, dat werkt verkoelend. Werkt eigenlijk hetzelfde als je witte t-shirt in de zon in plaats van je zwarte t-shirt in de zon. Dan heeft je paard een vacht, dat klopt, en die is ook om het paard te beschermen. Alleen die vacht is ontzettend dun in de zomermaanden. En je paard verpiet het gewoon in de zon. Ja. Als je die naakt laat rondlopen en geen schaduw biedt. Nou, jij hebt de luxe dat jij een wei hebt met wat bomen. Dan zul je ook merken als het heel erg heet is, dan gaan ze ook zelf de schaduw opzoeken. Ja, klopt. Ja, wij doen het ook altijd als het heel warm is, dan staan ze hier 's ochtends in de bak. Want dan is het
zeg maar, van die boom aan de zijkant helemaal schaduw. Schaduw, ja. Dus 's middags staan ze dan, als het echt heel warm is en de zon staat loodrecht, dan hebben ze bijna nergens onder, dus dan staan ze vaak op stal. Ja. En dan 's avonds hebben we weer schaduw van de stallen hier. Ja. En dan, ja, dus zorg altijd voor schaduw, want je vindt het zelf ook niet zo fijn als je de hele dag in de zon moet zijn. Ja. En dan zorgen we ook dat we onszelf beschermen. Dus laat die vliegendekens er alsjeblieft op liggen. En nogmaals, die zilverkleurige is dan nog cooler als die zebraprint. Die zebra die heeft wat zwarte banen, wat weer wat warmer wordt. Ja, maar wat je me vertelt, want ik heb die vraag ook al een keertje eerder gesteld, omdat mijn pony best wel aan het zweten was onder die deken. Ja. Maar dat heeft dus mee te maken dat het anders verdampt, of niet? Ja, nou, hoe het er precies zit met zweten is je zweet altijd. Alleen als het heel erg heet is, zweet je meer. Alleen als er niks over dat paard heen ligt, zie je het niet, want het verdampt gelijk. Ja. Dus hij kan wel heel veel zweten, maar het is gelijk weg. Ja. Leg je er iets op, dan wordt dat verdampen, wordt ietsjes vertraagd. Dan denk je dat hij meer zweet, maar hij kan zelfs minder zweten. Alleen omdat die verdampen wordt vertraagd, denk je dat hij meer zweet, maar dat is niet zo. Oké, dus dat is niet gelijk dat je hem af moet halen voor al mijn paard. Nee, nou, ja, een extreem voorbeeld is, ga op een kameel zitten in de woestijn. Dat ga je ook niet in je badkleding doen. Dan heb je ook allemaal lagen omheen om die zon weg te houden. Je moet die directe inwerking van de zon moet je tegengaan. Oké, nou duidelijk. Dus jullie hebben het allemaal gehoord. Vliegendekens gewoon omlaten in de zomer. Ja. Oké, en dan hadden we nog een vraag. En dat is denk ik nu wel belangrijk, omdat we nu naar de wintermaanden toe gaan. Als het straks weer super koud wordt en je moet gaan rijden, dus je moet naar buiten om op te staan, moet je de deken afhalen. Wat moet je daarna afleggen? Wat kan je daarin doen om je paard zo goed mogelijk te beschermen? Nou, zorg in ieder geval als je, want de meeste temperatuurverlies gebeurt eigenlijk als je hem gaat opzadelen. Mm-hmm. Dus zorg dat je, als je hem uit de stal haalt, je haalt de deken eraf, dat je hem niet te lang zonder deken laat staan. En je kunt ook gedeeltelijk de deken weer terugslaan, hè? Dat je hem even naar achter slaat, zadel erop, leg het zadel erop, sla je de deken weer terug. Dus niet te lang zonder. Als je de luxe hebt van iets van een solarium, dat is natuurlijk helemaal fantastisch, maar dat is wel heel luxe. Ja. En daarna als jij gaat beginnen te rijden, ga niet 10 minuten losstappen. Want dan koelt hij af. Nou, je kunt een uitrijddeken gebruiken. We hebben ook een therapie-uitrijddeken. Mm-hmm. Dus dan wordt die achterhand. Een uitrijddeken is eigenlijk een deken die aan de achterkant van het zadel komt te zitten. Zodat die achterhand mooi warm blijft. Die is ook nog een keer waterdicht. Kun je ook nog met slecht weer rijden. Maar ga niet te lang losstappen. Je hoeft ook niet gelijk een galop aan te springen. Mm-hmm. Maar maak desnoods één rondje een stap. En ga dan gelijk rustig draven. Desnoods met een lange teugel. En dan warmt hij zich al op. Okay. Wat erger is vocht en wind. Met min 10 graden als het zonnetje schijnt, dan kan het heel aangenaam voelen voor onszelf, maar ook voor je paard. Maar het is juist een combinatie met vocht en wind, dat het ook echt koud aanvoelt. Oké. Okay. Nou, beetje logisch beantwoord. Ja, denk ik wel. Dat lijkt me allemaal super logisch. Dus zorg gewoon dat je paard niet te lang zonder deken stilstaat. En hou hem gewoon warm, denk ik. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Oké, dan gaan we nu de laatste kijkersvraag beantwoorden. Zo. Als een paard een hele dikke winterpacht heeft, is het dan verstandig om hem dan zonder deken buiten te laten? Of toch wel een deken om te doen hoe dik de vacht er is? Ja, als jouw paard heel veel vacht maakt, dan dat zit in het lijf. Het is ook een stukje bescherming. Een beetje afhankelijk van wat je zelf wil. Een dikke wintervacht is wel lastig als je gaat rijden, want als die vacht nat is, duurt ontzettend lang voordat die droog is. Dus je krijgt hem eigenlijk bijna nooit droog. Ik zou hem wel scheren en dan een deken opleggen. Okay. Als jouw paard een hele dikke wintervacht heeft en je wil hem niet scheren, dan kun je eigenlijk volstaan met een dunnere deken. Daar kun je eigenlijk dan mee volstaan. Okay. Want lucht is isolatie en vacht, hoe meer luchtisolatie dat je krijgt, hoe dikker dat pak haar is, hoe meer isolatie, ook hoe meer warmte dat je daaruit krijgt. Ja, dus je moet een beetje afhankelijk van hoe dik de vacht is gaan kijken, daar je deken op gaan baseren. Ja, ik zou vooral de keuze maken, wil ik hem gaan scheren ja of nee? Ja. Want een dikke vacht is best lastig als je hem wat intensief gaat trainen met het droog krijgen. Ja. Want er gaat zoveel vocht en de hele pak met haren zitten, die krijg je amper droog. En dat is niet zo fijn voor het paard. Nee maar oké, als mensen bijvoorbeeld een beetje af en toe rijden recreatief en paard staat meer op het land en zo en dan niet scheren. Ja, in principe kan het paard zichzelf gewoon prima beschermen. Ja. Alleen als je
of als je het niet mooi vindt, of als je het irritant vindt met nat zijn, ja, dan zul je of een deken of moeten gaan scheren. Ja, ja, nou, ik scheer ze gewoon dan een deken erop in de winter. Ja. Want ik vind dat super irritant zo lang op wacht. En ik vind het ook niet mooi dat ook. Ja, maar je krijgt ze ook niet droog. Nee. Je kunt 2 uur droog stappen en dan is het nog nat. Nee, dat werkt niet. Nee. Oké, nou duidelijk. Oké, nou, we hebben heel veel vragen beantwoord en ook 3 dekens behandeld. En die 3 dekens die zijn dus belangrijk voor de winactie. Ga dus als je deze video ziet of als je eerst de Instagram post gezien hebt, ga naar Instagram om mee te doen aan die winactie. En lees goed wat er onder de foto staat en wat je allemaal moet doen. Want alleen als je echt voldoet aan alle eisen, mootje vertelt dat jullie mee moeten doen, dan kun je de deken winnen. Dus lees super goed en gebruik de video en gebruik de website van Bukas die dus hieronder in de beschrijving in de link staat om de vragen te beantwoorden om mee te doen. En dan hoop ik dat we zoveel mogelijk voor jullie meedoen, want dat maakt het natuurlijk mega leuk. En Jacob, ik wil je super bedanken voor alle uitleg. Ik vond het super leuk dat je er was om alles uit te leggen. Ik ook. En het was super duidelijk, denk ik. Dus ik ben er heel erg blij mee. Als je deze video leuk vond, geef dan eventjes een duimpje omhoog. En wil je nou nog mijn vorige video zien, check dan even deze video op de afspeellijst. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. En doe mee aan die winactie. Doei doei! Doei!